Die ken ik van mijn opleiding en ik ben heel blij dat ze er is. En heb je de eyeliner gezien? Wat leuk! Gold! Ja, fantastisch. Dat is Mike, een van de kunstenaars van de tentoonstelling. Ja, welke ben jij? Ben jij een van de kunstenaars? Mike, een van de kunstenaars. Volgende lieder. Volgende. Ach. Ja, deze. En dit is de creator of over de schilderijen? Ja. Was het nou tekeningen? Wat is het? Ja, het zijn tekeningen. Dit is mijn interpretatie, mevrouw, van... Wat waterverf, acryl, wat is het? Waterverf, acryl. Het is meestal acryl. Maar soms ook combinaties van acryl met olieverf. Wij gebruiken ook potlood, veelstift en vooral de sabesie. Als maar teken. Ja. En dit is mijn interpretatie van Vincent van Gogh. Ja, ik hou er veel van. Ik ben een van miljoenen fan van Vincent van Gogh. Ja. Een mooie praktische taal van Vincent van Gogh. Onder andere van schilderijen hebben een eigen leven dat voortkomt uit de ziel van de kunstenaar. Dat vind ik mooi prachtig. Ik kan een heleboel dingen vertellen. Maar het is ongelooflijk. Vincent van Gogh een geweldige aantrekkingskracht. De heer Praat zit ook even creatieve mensen. Ja, aantrekkingskracht heeft op als iedereen nog steeds. En onder andere van Gogh Museum heb ik een heleboel keren bezocht. Met belangstelling, met plezier. Maar ik zeg ook gelijk bij van hiernaast mooi prachtig werk van Philip Akkerman, topkunstenaar. Dat is ook absoluut mooi prachtig. Het is een mooie plek voor tentoonstellingen. Een heel mooi prachtig kunstwerk. Mooi prachtig kunstwerk maakt Philip Akkerman. Dat is echt een topkunstenaar. En met respect aan alle kunstenaars. Ja. Hele mooie prachtig. Ja.